Beste binkatleet, hier de What to Go van vandaag. We beginnen met een warming-up van 2 rondjes, waarin we 15 air squats gaan doen, 15 Russian kettlebell swings, dus tot hier, 15 jumping jacks en 7 push-ups. En daarna de workout, een variatie op DT met kettlebell, een 16 minuten AMRAP, waarin we beginnen met 12 deadlifts met de kettlebell, dus met 1 arm. Vervolgens krijgen we 9 hang cleans, ook met 1 arm, gevolgd door 6 shoulder overhead met 1 arm. Dus je gaat van de linker naar de rechter, naar de linker naar de rechterkant de hele tijd. Uiteindelijk is elke volledige ronde aan 1 kant, is 1 ronde. Dus als je de rechterkant helemaal afgerond, is dat 1, links is 2, nou, en zover. Het gewicht is 24 voor de heren, 16 voor de dames. Maar hierbij is natuurlijk wel belangrijk bij dat je een volledige ronde kan doen met hetzelfde gewicht zonder hem te hoeven neerleggen. Als je er tijdens de workout wel voor kiest, omdat je het niet wil verzuren, is dat natuurlijk een hele slimme optie. Maar de mogelijkheid zou erin moeten zitten. Nou, dan hebben we ook nog aanvullend werk voor de schouders. En dat zijn 2 setjes van een kettlebell press, maar gefocust op de weg naar beneden. Dus wat krijg je? Je krijgt tempo 5-1-x-1. Dus je gaat 6 tot 10 herhalingen met 1 tel omhoog, of eigenlijk explosief omhoog, dat is het x, 1 tel vasthouden en 5, 4, 3, 2, 1 naar beneden en dan weer 1 rust. Dus als het goed is, gaat het lekker verzuren. Lieve mensen, veel plezier.